Hoi, ik ben Kim en ik neem jullie mee in de wereld van body fashion. Vandaag ga ik langs bij Ingrid van Lovely Lingerie in Zaltbommel. Mijn naam is Ingrid en ik ben vanuit het onderwijs. Vanuit het basisonderwijs ben ik in 2012 begonnen met deze lingeriezaak. Omdat er een lingeriezaak wegging in Zaltbommel, dacht ik, nou, daar ga ik beginnen. Dus ik ben eigenlijk in hetzelfde segment doorgegaan. Dus in het middensegment zat hier nog een andere lingeriezaak in het hogere segment. En hier viel dus eigenlijk een gat in het middensegment. En gaandeweg dat ik mijzelf langzamerhand lingerie-specialist mocht noemen, kwam ik eigenlijk achter dat ik best veel wist van lingerie, maar niks van het borstweefsel. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als schoenen. Je weet heel veel van schoenen, maar je weet helemaal niks van de voet waar die schoen omheen zit. En ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat ik dacht, poeh, ik weet helemaal niks van het borstweefsel. Dus als ik jou vraag van, waar denk je aan als je denkt aan borsten? Dan denken de meeste vrouwen aan te groot, te klein, borstvoeding, pijn. Ik wil ze laten zien of ik wil ze verbergen. Ja, de grootste reden dat ik inmiddels mezelf ook borstvezeltherapeut mag noemen, is dat ik steeds meer vrouwen hoorde die zeiden, ja, ik heb zo'n pijn aan mijn borsten en ik wil die BH uit en ik wil geen beugel BH meer, want het prikt of het steekt of het drukt of het duwt of ik kan geen goede BH meer vinden. Dus dan werd ik eigenlijk getriggerd dat ik dacht, ja, de BH zit goed, maar die vrouw blijft pijnklachten houden. Dus zodoende ben ik dus ook deze praktijk gestart. Er is wel een paar jaar overheen gegaan, maar het is gelukt. Dus in 2020, midden in de coronatijd, ben ik dus toch deze praktijk gestart. En ik ben er gewoon trots op, eigenlijk. Ik studeer verkoopspecialist in Rotterdam. En dat doe ik 1 dag in de week en dan werk ik daarnaast 4 dagen in de week hier in de winkel. Superleuk. Ja. En waarom heb je gekozen voor de lingerie in plaats van een gewone kledingwinkel? Nou, eigenlijk was het een beetje toevallig, want ik wilde wel in een detailwinkel, zeg maar. Maar kleding vond ik net een beetje te saai, er gebeurt net niet genoeg, dacht ik. Ik wil iets met een diepere laag. Dus en toen kwam ik eigenlijk heel per ongeluk hier bij Lovely terecht. Ik zag de advertentie en ik denk, ik ga er gewoon op reageren. En zodoende, ja. En wat was je eerste indruk toen je hier in de winkel kwam? Nou ja, ik ben hier al eens eerder geweest als klant. Dus ik kende het al wel een beetje, maar ik wist nog niet echt Ingrid's missie, zeg maar. Dus dat is wel leuk, die ben ik later achtergekomen. En ja, weet je, dat maakt het werk eigenlijk nog mooier. Het idee dat je dus nog iets meer kan betekenen voor de klant dan alleen een leuke BH met wat extra's, maar echt wel mensen kunt informeren over bepaalde dingen. Ja. Nou, soms heb je echt klanten die echt met problemen komen, dus een BH die gewoon niet past, die voor geen meter zit. Maar wat ze dan wel moeten doen om een goede passende BH te krijgen, weten ze ook niet. Dus dan komen ze bij jou met hun vraag eigenlijk, van zoek het maar uit, kijk maar wat je ermee doet. En dan als je mensen echt in een passende BH kunt krijgen, dan zijn mensen soms echt helemaal verbaasd van, oh, zo kan het ook, weet je wel. Dat vind ik altijd wel heel, heel mooi. En dan het stukje borstgezondheid erbij, dan denken mensen, oh, er is echt heel veel informatie over een borst die ze niet weten. En dat vind ik altijd wel heel leuk. Beugel moet goed onder de borst zitten, je moet niet duwen, de omvang moet strak genoeg zijn, maar niet te strak, niet dat het gaat snijden. En dat echt heel je borstweefsel in de cup zit, zonder dat het ergens uitpelt of gaat zitten duwen. Dus dat zijn eigenlijk de basis, zeg maar. En daaruit kun je dan kijken wat is goed voor een bepaalde borst. Dus een wat oudere borst, met eerbied gezegd, heeft een wat stevige BH nodig. Dus dan pak je eerder een wat hogere brug of een niet volgevonden die goed ondersteunt. Dus dat maakt het wel het verschil.
Wil je op de hoogte blijven van alle ins en outs rond de body fashion? Volg onze social media kanalen, want dan mis je helemaal niks.